Oké, ik heb gisteren dus mijn eerste vlog gemaakt. Vandaag gaan we voor poging 2, voor vlog 2. Ik ben nu in het Robbenoordbos. Ik was gisteren in de duinen bij Schorrel. Oh, het is hier. Het is wel modderig. Ik kwam gisteren dus achter dat de kleine dingetjes op mijn camera, waar de strap, zeg maar, doorheen gaat om het geval aan je nek te hangen, dat die heel veel geluid maken als die niet vastgetaped zijn. Die tikken continu tegen het toestel aan. Dus die heb ik even vastgetaped. Zowel het blauwe als het gele pad is rechtdoor, maar hier kunnen we ook heen. Hier kan ik ook heen. Auw, tyfus. Dit is ook raar. Dus ik ben benieuwd waar ik uitkom. Oh, kijk. De gele pijl. Maar dan ben ik wel benieuwd waar die blauwe nou precies heen is gegaan. De Nederlandse wildernis is ook heel gevarieerd. Zoals hier. Is er water. Wat me gisteren ook opviel toen ik aan het editen was, is dat ik heel veel het woord enigszins gebruik. Nou, ik raak hier dus wel enigszins gepikeerd van. Er staat niks aangegeven. Ik weet niet wat ik precies voor route loop op het moment. Ik ben al van het gele pad afgeweken. Dan ben je echt verdwaald. Ik loop ondertussen wel weer op een pad. Het is misschien wat minder avontuurlijk, maar daarom niet minder mooi. Om gewoon de paden te blijven volgen die zijn aangelegd. Die liggen er namelijk niet voor niets. Die zijn ervoor om mensen zoals mijzelf te beschermen tegen onszelf. Zodat we niet verdwalen. Overigens wel heel duidelijk dat ik nu op een fietspad loop. De LF21A route naar Friesland. Oh god, ben ik onderweg naar Friesland. Maar hier vind ik een geel paaltje. Aangezien daar niet op staat aangegeven dat dat voor fietsers is bedoeld, gok ik het er maar weer op. En stap ik gewoon van het pad af. Met alle risico's van dien. En het Robbenoordbos zit dus vol met allerlei wilde dieren. Wildlife. Ik heb al padjes gezien. Volgens mij een kikker. Misschien was het ook wel een pad. Heel veel muggen. Ik heb al een aantal keer een horsel van mijn been moeten slaan. Teken zit hier ook veel. Ik stapte net op een naakslak. En natuurlijk vlinders. Je ziet veel witte vlinders. De zogeheten witvlinder. Oké, nu kan ik rechtdoor of ik kan nu linksaf. Als ik rechtdoor loop en ik ga op een gegeven moment rechts, dan weet ik dat ik weer richting mijn auto uitkom. En hier links afgaan betekent dus dat ik exact de tegenovergestelde richting oploop. Maar er staat wel een geel paaltje. Ik ben dus toch maar het pad van het paaltje gaan volgen. Oh, libelles komen ook voor in het Robbenoordbos wildernis. In de Robbenoordbos wildernis. Robbenoordbos. Dodelijk irritante beesten. Volgens mij ben ik allergisch voor gras. Ik zie mijn auto volgens mij. Maar nu kom ik een sloot tegen. Ik hoop dat ik ergens kan oversteken zonder al te veel moeite. Kut, misschien toch gewoon hier. Er ligt wel iets van een boomstronk. Fuck. Oh, kijk. Hier kan ik mij misschien aan vasthouden. Oh. Drama dit. Dit gaat goed. Auw. Ik heb het gehaald. Veilig. En wel weer aan de andere kant. Neem het maar van mij aan. Onverharde wegen zijn overschat. Je wil niet meemaken wat ik vandaag heb meegemaakt.
heb het net niet kunnen vastleggen, want ik was aan het fotograferen. Maar er kwam net een stoet van zo'n 25 wielrenners voorbij. En ik ben bijna van de weg afgedrukt. Levensgevaarlijke situatie ook. Dus misschien is toch het verharde pad niet de beste keuze als je gaat wandelen. Ik ben bijna bij de auto. Nog niet zo vaak zo blij geweest mijn auto weer terug te vinden. Veiligheid, heb ik gemerkt, vind ik persoonlijk toch heel belangrijk. Goed, dat was voor vandaag weer even genoeg avontuur. Aangezien ik het maar net heb overleefd. Ik moet ook ontzettend naar de wc.